Ja. Had je al een linkje op zich? Ja. Hi. Ja, klopt ja. Ja. Hoe wist u dat? Ja, klopt ja. Mijn moeder heeft er ook gewoond. En wie is uw moeder? Mevrouw Gersen, die tovert tegenover de tweede blok. En dan moet ik dat in de hand zien. Dus schuin tegen, als je vanaf niet zo van school, maar vanaf de andere kant. Krijg je eerst een blokje van twee. Ja. Daar is toen een vrouw gewoon die een schutting gezet heeft. Oh ja. En daarnaast. Oké. Okay. Oh. En welk nummer was het? Nummer 5. Nummer 5, oké. Okay. Wat grappig, hoe lang was het? Oh, 4,5 jaar geleden nog? 4 jaar? 4, 5 jaar. 4 jaar geleden is ze weggegaan. Oh, die kennen we nog wel. Ja, klopt. Ah, nee. Ja, klopt. Naast. Jullie wonen toen in het laatste blok. Ja, ja. Aan de rechterkant, toch? Ja. Ja, bij naast Els, ja, waar Els woonde. Ja, oh ja, ja. Ja, klopt, aan de rechterkant, ja. Ja, als je voor de woning staat, had je Els en daarnaast zat één breed pad. Ja, klopt. En daarnaast woonden ze. Oké. Ja, voor 3 was dat. Ja, klopt, ja. Hoe oud was ze? Ze is 95 nu. Ze leeft nog steeds. Ongelukkig. Leuk, ja. Die kapot te krijgen. Ja. Ja, lopen gaat slecht, maar voor de rest, dit gaat allemaal nog goed. Oh, gelukkig. Weet je nog goed van hoe ze nu uitziet of niet? Ja. Ja, ik denk het wel dat je nog even. Ik denk dat er nog wel eentje op dit ding hebt staan. Leuk. Ja, leuk dat jullie ons herkennen. Wij wonen er nog, ik woon er nog steeds, ja. Of woon jij er nog steeds? Ja, klopt. Leuk. In de avond, en toen liep ik een fietstipje langs naar huis. In de tas. Ja, ja, zag ik op de hand. Ja. Wat is het nou? En toen ik gelukkig was. Er zat een ID-kaart en zo. Foto, dus ik wist gelijk van wie het was. Ja, okay. Van de buurt van. Als je verloor. Ja, die tas was van de jas af. Dus, ja, en dan had ze niet in de gaten. Er zat heel veel geld in, de 100 en goud, ketting en zo. Ja, dat klopt. Ja, ja, wow. Ook geld aan. Ik zei, nee, ik doe het niet voor dat. Ik doe het voor eerlijke mensen. Ja, ze is niet altijd aardig goed. Daarvoor deed ze een beetje afstandelijk. Ja, ze is een beetje afstandelijk. Ja. Je had een beetje van, nou, even afwachten. Ja, ja. Dus wij dachten van, waar ligt dat? Dus ik ken dat jarenlang in deze straat. Ja. Heel afstandelijk. Ja, ja, maar dat is niet alleen, dat is bij iedereen. Dat is iedereen, hoor. Ja. En nu is het wel een stuk minder geworden, maar ja. Nu is het wat ouderwets geworden. Ja, dat ik wel erg om. En, ja. Ja. Dus, ja, nu zit ze dus in het verzorgingshuis. Ja. En daar moet ze met andere mensen overweg en dat gaat goed. Oh, gelukkig. Fijn. Dus ja, is ze dus niet vergeten achter? Nee! Zo! Ja, ze vergeet wel dingen, maar dan mag je 5-9 ja, bent. Maar ze zit niet debuteren. Nee, oh, gelukkig. Dus dat scheelt weer. Ja, zeker. Je moet lang zelfstandig en lang. Ja, dat klopt. Ik moet daar ook in lang. Ja, hij heeft als een overlijden heeft hij al gewoond, ja. Ja, hoe lang hebben ze dat gedaan? Ja, ik dacht van 1958. Zo lang heeft ze het gewoond. Ja. Even kijken, dit was een foto. Nee, maar ik zie niet deze wel meer vragen. Ja. Ik dacht dat het goed gaat. Was wel heel leuk. Ja, nee, maar dat is inderdaad zo. Ja. Dat is op een gegeven moment als je iemand kent. Ja. En die mensen trouwt, ja. dan komt ja. er veel meer, ja. meer los. Ja, gelukkig. Ja. Speciaal doen en meekletsen. Ja, ja. Wel. Want ik vond het al moeilijk, want ze kennen ons jarenlang, ze woont jarenlang in de straat en dan nog steeds zo afstandig doen. Ja, maar dat is jammer. Zo zit zij in elkaar. Ja. Dat zit in de persoon. Ja, ja.